Wie is verantwoordelijk voor de terreuraanslag op de Noordstream gaspijpleiding in de Oostzee? En wat zijn de consequenties? Noordstream 1 is de gaspijpleiding van het Russische Sint-Petersburg tot aan de Duitse Noordkust met een capaciteit van 55 miljard kubieke meter per jaar. De grootste pijpleiding ter wereld. Hij is vanaf 2006 in gebruik en zou 26 miljoen huishoudens van gas kunnen voorzien. De parallel aangelegde Nord Stream 2 is eigendom van een consortium van het Russische Gazprom, 51 procent, en enkele Europese bedrijven, waaronder het Duitse UniPER en de Nederlandse Gasunie. Nord Stream 2 zou de capaciteit verdubbelen naar 110 miljard kubieke meter per jaar. Het systeem was in september 2021 gereed, maar door met name Amerikaanse druk is hij nooit open geweest. Op de plaats waar de pijplijnen zijn opgeblazen, bij het Deense eiland Bornholm, lagen ze op 70 tot 90 meter onder de zeespiegel. Veiliger voor terreuraanslagen kan bijna niet, zou je denken. Er is dan ook zeer geavanceerde apparatuur nodig om de springstof op de juiste wijze aan te brengen en de gaspijplijnen op meerdere plaatsen op te blazen. Wie zou dat kunnen en wie hebben er een motief om zover te gaan? In feite is dit een zeer geavanceerde militaire operatie van of in opdracht van een land. Oekraïne wijst naar Rusland, maar daar pleit alles tegen. Verdachte nummer 1 is gewoon de Verenigde Staten. En ik zal u uitleggen waarom en wat de gevolgen daarvan kunnen zijn. Rusland is het in ieder geval niet. Dat heeft door deze sabotage alles te verliezen en niet veel te winnen. Ik geef u de redenen. De Russen zijn voor 51% eigenaar van de beide pijplijnen. Zij verliezen door deze aanslag bij niet-reparatie zeker 10 miljard aan investeringen. Overigens is ook onze eigen gasunie voor 9% eigenaar en wij zouden alleen aan Nord Stream 2 al 1 miljard euro verliezen. Als je in macht denkt, verliezen de Russen hun machtspositie naar de Duitsers als mogelijkheid zich te verweren tegen de westerse sancties en de wapenleveranties. De Russische machtspositie was namelijk makkelijk te hanteren. Ze draaien gewoon de kraan open of dicht. En waarom die pijp dan opblazen? De Russen verliezen in ieder geval voorlopig hun lucratieve marktpositie onder meer aan de Amerikaanse vloeibaar gasleveranciers, die veel duurder zijn en veel vervuilender. Wie heeft er verder een mogelijk motief voor deze terreurdad? Er zijn meerdere partijen die grote belangen hebben. De Oekraïners, die de Russen willen beschadigen en verder willen dat het gas door hen wordt doorgevoerd. Maar goed, als dat uitkomt, verliezen ze hun steun in Europa. Hetzelfde geldt voor Polen. Ook Polen hoort tot de hardliners die nu zelf weigeren Russisch gas af te nemen en anderen als verraders te zien. Zij willen Rusland uit Europa jagen en alle handel met Rusland verbieden. Polen heeft de marine, ligt aan de Oostzee en zou eveneens de middelen hebben. Maar is politiek ook te kwetsbaar. Europa zou hen dit nooit vergeven. Waarom gaat de verdenking dan richting de Amerikanen? Allereerst hebben de Amerikanen zich jarenlang verzet tegen de energiesamenwerking van Rusland met Duitsland. Ze hebben zich ook hardnekkig verzet tegen Nord Stream 2. Het zou Rusland te veel invloed in Europa geven en het is slecht voor de expansie van de Amerikaanse eigen energiemarkt, die milieuonvriendelijk schaliegas produceert en die ze proberen te verkopen. Wat zijn de directe bewijsstukken? En hier wordt het fascinerend. Allereerst is er de bedreiging van president Biden op een persconferentie van 7 februari in het Witte Huis in aanwezigheid van bondskanselier Scholz. Kijkt u naar het filmpje? If, uh, if Russia invades, uh, that means tanks or troops crossing the uh, the, the border of Ukraine uh, again. Then uh, there will be uh, we there will be no longer a Nord Stream 2. We we will bring an end to it. how will you how will you do that exactly since the project and control of the project is within germany's control we will uh, i promise you we will be able to do it Biden klinkt als een half demented mafia boss. we will bring an end to it believe me we can do that dan zijn er. De NAVO-oefeningen in juni 2022, waarbij men met onderwaterdrones met springstof experimenteerde in de nabijheid van de Nord Stream-pijpleiding. Verder is er de tweet, Thank you USA, van de Poolse ex-minister van Buitenlandse Zaken Radek Sikorski. Sikorski was ooit minister van Defensie en tegenwoordig lid van het Europese parlement. Let wel. Deze man is een NAVO-hardliner, had allerlei sleutelfuncties en beweegt zich in het hart van de Amerikaanse-Europese politiek. Hij weet heel goed waarover hij het heeft. De tweet met luchtfoto van opborrelend gas op zee en de tekst Thank you USA. De sabotage lijkt een straffe expeditie voor de referenda en de annexaties van de volksrepublieken en regio's die nu plaatsvinden. De Russische perswoordvoerder buitenlandse zaken, Maria Zakharova, neemt de dreigement serieus en vraagt onbevangen: is dit een officiële verklaring voor deze terroristische aanslag? En zij richt zich expliciet tot Biden. Zijn intentieverklaring werd ondersteund door een belofte. Men moet verantwoordelijk zijn voor zijn woorden. Het niet begrijpen van wat men zegt ontslaat niemand van verantwoordelijkheid. En Europa moet deze waarheid kennen, zegt Sakharova. Spreek, meneer Biden, spreek. Wat zijn de consequenties? Wel, allereerst gaan onze energieprijzen wederom omhoog. De West-Europese burgers en bedrijven gaan deze sabotage zwaar betalen. Voor zolang de oorlog duurt. Maar als Nord Stream niet wordt gerepareerd, nog voor ver daarna. De alternatieven. Zijn namelijk fors duurder. Politiek ligt het zeer pijnlijk voor de Europeanen. Hun machtigste en gewaardeerde NAVO-partner en leider Amerika vernietigt één van hun economische levenslijnen en geeft haar eigen vriend Duitsland een dolksteek. Overigens wordt ook Nederland beschadigd, maar Nederland zwijgt tegenover het machtige Amerika. De vraag is nu hoe moedig en hoe principieel de Europese leiders en de Europese media zullen zijn om de waarheid boven water te halen en de Amerikanen te confronteren met de terreurmethodieken die ze elders op de wereld geregeld hebben toegepast en nu dus ook in Europa. Let wel, de Amerikanen zijn onschuldig totdat het tegenwereld is bewezen, maar ze zijn wel. Verdachte nummer 1.